Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Hier onderaan de video zie je een button. Bedank je al hartelijk bedankt daarvoor. Echt super lief. Ik heb het al in de vorige video verteld hoe ontroerend dat is en dat jullie mij willen steunen. En nou, hiermee kan ik er echt al wat tegenaan. En dan kan ik nog meer video's voor jullie maken. Ik heb weer leuke ideeën. Dus ik ga weer verder. Het is vandaag weer maandag. En we zijn aangekomen bij vragen en antwoorden. En weer twee citaten die ik voorlees uit de Meesters van het Verre Oosten, uit dit boek. Dit is dus de vraag en antwoorden over: bestaat er een God? De woorden van de Siddha waren dat het menselijke lichaam is opgebouwd uit één enkele individuele cel. Evenals de lichamen van planten en dieren. Deze cel is een microscopisch kleine eenheid. Door een proces van groei en deling ontstaat tenslotte het volkomen menselijke wezen. Opgebouwd uit ontelbare miljoenen cellen. Elk heeft haar eigen functie, maar heeft ook in hoofdzaak de eigenschappen van de individuele cel waaruit zij gesproten is. Deze individuele cel kan beschouwd worden als de lichtdrager van het bezielde leven. Er is geen natuurlijke wet van verval en geen ouderdomsproces dat de vitale energie van de cel aantast. Zo is er ook geen natuurlijke wet die de mens tot verval en dood dwingt. Alleen een ongeval kan dat veroorzaken. Oefent u erin het bewustzijn van het kind te verkrijgen. Houd het goddelijke kind dat in u is voor ogen. Zegt voor je in slaap valt: op dit ogenblik besef ik dat er in mij een geestelijk lichaam is dat slechts vreugde kent en steeds jong en schoon is. Waarlijk, waar de goddelijke liefde zich manifesteert, heerst eeuwige jeugd. Leert zo vriendelijk te glimlachen als een kind. Een glimlach die uit de ziel komt, is een geestelijke ontspanning. Een waarachtige glimlach is iets zeer schoons. Het kunstwerk van de onsterfelijke heerser die in ons woont. Leer uzelf met vreugde te doordringen. Maak alles om u heen vrolijk en mooi. Nou, dat is prachtig. De Siddha. Als je dat ook op internet eens uitzoekt, de Siddha's, dat zijn dus ook mensen, net als de meesters, met een hoog ontwikkeld bewustzijn. Die dus ook levitatie deden, of nog doen natuurlijk, en onsterfelijkheid en ook een heel erg reizend volk ook is, die juist overal heen gingen reizen om de bevolking wakker te krijgen, zeg maar. Om juist deze leer, deze kennis verder te geven. En dus hun vertellen dus ook waaruit het lichaam is opgebouwd. En, ja, en tegenwoordig weten we dat gelukkig ook, hè, want wetenschappelijk is het uiteindelijk bewezen. Je weet dat de wetenschap die loopt al 100 jaar achter. Maar goed, en alles wat dan niet mogelijk was, is nu ineens weer mogelijk. Dus je kan er maar beter gewoon van uitgaan dat het mogelijk is. Maar goed, dus de individuele cel, ja, dat is dus één amoebe, noemen ze dat. En de amoebe, dat is het beeld, het zaadje Gods, die het beeld van wat je moet gaan worden voortbrengt. Ja? Zonder beeld kan je niks bouwen. Ja? Net als dat een architect een schets maakt om een huis te bouwen en dat de aannemer dan precies ook weet, okay, wat hij voor spullen allemaal nodig heeft om het huis te bouwen, zo is dat beeld van de mens al aanwezig. Ja? Dus jij bent het beeld. En dat zit ook dus in een zaadje. Daarom kan je ook al een zaadje zien. Hey, dat is die plant, of dat is die boom, of dat is die bloem. En die brengt dan ook die bloem of die boom tevoorschijn. Dus dat beeld, dat zit al, die intelligentie zit er al in. Anders weet hij dus niet hoe hij het moet maken. Dus hoe fantastisch is dit, ja? Dus ons beeld is was er al voordat wij er waren, zeg maar, ja? Dus wij zijn het beeld, wij zijn die gedachte, wij zijn die geest. En dus die trekt al die celletjes aan, dus die vermenigvuldigt zich. En dan ja, gaan ze bouwen, dus gaan dat lichaam bouwen. En zo zijn wij dus, wij zijn die geest. Zo is elk wezen die geest. Ja, anders zou die niet dat beeld kunnen zijn. Of dat plantje of die bloem kunnen zijn. En daarin kun je dus ook, dat beeld zou je ook kunnen veranderen. Ja, dus als jij nu een beeld vastzet in jezelf. Ik wil er nu anders uitzien. Bijvoorbeeld ik wil andere kleur ogen of andere kleur haar. Dat noemen ze wel shapeshifting. Dat kan. Dat kunnen we echt. Want wij zijn
dat beeld. Wij kunnen dat beeld dus in ons gedachten op ons nemen en op onszelf afdrukken. Nou, even kijken. Elk heeft haar eigen functie, ja? Dus dat is de natuurlijke wet van vervolg in ouderdomsproces. Ja, dus we kunnen die kracht ook, ouderdom, oud en dom, hè? Het woord zegt het al, oud worden, is echt een schande voor de goddelijkheid, voor de mens. Het is een schande. Waarom? Omdat je jezelf hebt verloochend. Je verloochent jezelf door jezelf continu te vernietigen. Je bent continu bezig met die dood, als je daar dus in gelooft. Hè? Oh, ik ben 40, ik moet nu snel opschieten, want ik zit al op de helft van mijn leven. Zo denken veel mensen. En dan moet ik wel iets bereikt hebben voordat ik met pensioen moet gaan. Of dadelijk moet ik nog dit. Ik wil eigenlijk al binnen zijn als ik 40 ben, dat ik niet meer hoef te werken. En dan kan ik mijn leven nog een beetje uitzitten. Dus je bent continu bezig met het einde. In plaats van überhaupt het begin al te hebben gevonden. Je denkt dat het begin is bij de geboorte. Hè? En dat gaat dan weer zo snel voor jouw gevoel. Dat je denkt dat je einde al snel geteld is. Nou, dus verval en dood. Het dwingt alleen een ongeval kan dat veroorzaken. Dus in principe zou je niet oud kunnen worden. Als je positieve energie bijvoorbeeld hebt. Hè? Of als je geen stress hebt. Zou je niet oud kunnen worden. Dus een ongeval is natuurlijk ook weer een gedachtentrilling die een ongeval aantrekt. En dat is hetzelfde met een boom. Een boom kan echt miljoenen jaren leven. Ja, tenzij die ergens wordt geplant waar hij zich niet prettig voelt en ziek daardoor kan worden. Maar een ongeval zou die boom eigenlijk kunnen doden. Dus dat die dus bijvoorbeeld afgezaagd wordt. Ja? Dus dat die doormidden gezaagd wordt en dat met mensenhanden eigenlijk dat gebeurt. Of dat er een tornado of een twister ding, weet je wel. Zo'n tornado of een orkaan misschien hem tot verval zou kunnen brengen. Maar uit zichzelf vernieuwt hij zich elke keer. En dat is ook zo bijzonder met die gigantische bomen die er bestaan hebben. En wat nu dus bergen genoemd worden, tafelbergen, dat eigenlijk een gigantische boom was. Gigantische bomen. De bomen, weet ik wel, meters hoog. Kilometers hoog. En die hebben ze toen gekapt. Dat is ook wat met die zuurstof te maken heeft. En dat is denk ik ook waarom de mensen allemaal een stuk kleiner zijn geworden. Door de zuurstofcompressie. Hè? Dat minder zuurstof is. Er is natuurlijk al genoeg zuurstof. Maar niet zoveel zuurstof als het denk ik vroeger was. Als je dus ook in de bergen zit. Heel veel mensen die zich niet lekker voelen. Die trekken vaak naar de bergen of gaan daar wonen. Waar juist heel veel bomen zijn. Waar de lucht verser is, hè? Zo voelt dat. De lucht is daar beter of makkelijker te ademen. Of ga juist meer richting de bergen toe. Zit je weer heel hoog in de bergen, dan kan het weer zijn dat je juist minder zuurstof hebt. Of minder lucht, hè? Het gevoel hebt. Maar goed. Dus dat is iets. Dus adem is ook heel erg belangrijk. Hele goede adem. Goed ademen is meer zuurstof in je neemt. En dat zorgt eigenlijk voor genezing en alles eigenlijk. Even kijken, oefent u erin het bewustzijn van het kind te herkrijgen? Nou inderdaad, kinderen zijn vrij in hun gedachten. Ja, tenzij ze natuurlijk getraumatiseerd zijn geweest in hun jeugd. Maar laten we eventjes een gezond, normaal kind die liefdevol is opgevoed. Die heeft fantasie, die heeft creativiteit, die is blij, die lacht. Die maakt zich niet zorgen over dood of dingen of stress. Dus die lacht nog puur uit zijn ziel. Hè? Als je een kindje hoort lachen, dan word je zelf ook blij. Dus het zou een hele goede therapie zijn voor jezelf. Om jezelf erin te oefenen. Om veel meer te lachen. Eigenlijk dagelijks zoveel mogelijk te lachen. En lach vanuit je ziel. Lach zo van binnenuit dat je zo gelukkig voelt. Lach. Lach als een kind. Een kind die lacht ook van binnenuit diep. Helemaal blij. Blije lach. Niet een nep lach, maar blije lach. Denk er eens aan dat je heel erg blij met iets bent. Lach. Want als je lacht vanuit je ziel, dan lacht de rest mee. In je hele lichaam, alle celletjes zijn blij. Lach maar mee. Helemaal blij. Ja, en maak alles om je heen vrolijk en mooi. Dus ruim je huis op. Maak het gezellig. Zet lekker de muziek aan.
kleed je gezellig, kleed je leuk. Ja? Dat je het gevoel hebt dat je leeft, dat je eruit wil. Ja, vrolijkheid. Nou, dan gaan we naar citaat 2. Verspreide macht is lawaai. Geconcentreerde macht is stilte. Wanneer wij door concentratie al onze kracht op één punt hebben gebracht, dan komen wij in de stilte met God in aanraking. Dan zijn wij één met Hem en dus één met alle macht. Dit is mensen erfdeel. Ik en de Vader zijn één. Eén worden met God kan niet van buitenaf, want God openbaart zich binnenin. Slechts wanneer we ons afwenden van het uiterlijke en ons wenden naar de stilte in ons, kunnen wij hopen een bewuste verbinding met God te vinden. Zijn macht is ons gegeven om er gebruik van te maken. De mens zal leren zelfbedrog en ijdelheid op te geven. Hij zal zich bewust worden van zijn kleinheid en onwetendheid. Dan zal hij bereid zijn te leren. Hij zal inzien dat trots zich niets laat leren. Nou inderdaad, als je trots met iets bent, dan te trots of de ego dus hebt. Of je voelt je te cool ergens voor of te goed ergens voor, dan leer je niks. Met schaamte ook niet. Schaamte leer je ook helemaal niets. Ja, dat houdt je juist van dingen te leren. Of trots dat je je te goed voelt. Of capsones, dat soort dingen. Dat leert je niks. Dus dat soort dingen van overboord gooien. De mens zal weten dat hij voortdurend met deze macht in aanraking is. De mens heeft nog niet geleerd de grote daden van God te doen. Omdat hij de omvang van Gods macht niet beseft en niet weet. Dat Gods macht voor mensen gebruik gereed ligt. Wie zich in stilte met de Vader in verbinding stelt, zal de kracht door zich voelen stromen als de vervulling van iedere wens. Want wie de Vader zoekt in het diepste van zijn eigen ziel en daar afwacht, zal de Vader openlijk beloond worden. Jezus wees telkens op dit individuele contact met de Vader. Dus in verbinding blijven. Als de mens de grote onbekende zichzelf wil leren kennen, laat hij dan zijn binnenkamer ingaan en de deur sluiten. Dan zal hij zijn gevaarlijkste vijand vinden en leren om hem de baas te worden. Hij zal zijn ware zelf vinden. Daar zal hij het altaar vinden waar God het onuitblusbaar vuur is. De mens zal als Jacob leren inzien dat de ware hemelpoort zijn eigen bewustzijn is. Dat is ook echt zo hoor. Jouw ware zelf is je gevaarlijkste vijand. Ja, dat is eigenlijk toch te zot voor woorden. Dat ego, die persoonlijkheid die je gecreëerd hebt, die is zo vals. Ja, dat is de gevaarlijkste vijand. Die kan jou dus met alles vernietigen. Die is bang of die is juist boos of woest of woedend of ja, sadistisch. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is de grootste vijand die wil jou continu dood hebben. Dat is het eigenlijk. En die brengt niks goeds. En als je die dus verslaat, eigenlijk gewoon overstijgt. Je bent hem al de baas door deze kennis. Ja, van tafel veegt, helemaal niet meer naar luisteren. Dan is hij er al niet meer. Als de mens de grote onbekende zichzelf wil leren kennen, laat hij dan zijn binnenkamer ingaan. Ja, dus de deur sluiten. Iedere goede wens die in de mens opkomt, is Gods wens. En daarom is er een onbegrensde voorraad in de universele Godssubstantie, die overal om ons heen is. Om iedere wens te vervullen en het enige dat wij te doen hebben, is te leren gebruik te maken van datgene wat God al voor ons geschapen heeft. Het is zijn wil dat wij dat doen. Het is het geloof aan een gescheiden zijn van de geest, dat het oud worden en sterven van het lichaam veroorzaakt. Wij zijn volmaakt geschapen en worden als volmaakte vastgehouden in Gods geest. Wanneer dit aan ons bewustzijn is bijgebracht, kunnen wij in contact komen met de goddelijke geest en dan opnieuw scheppen. Wat God al geschapen heeft, dat is wat Jezus noemde opnieuw geboren worden. De geest van God stroomt het bewustzijn binnen zoals zonlicht een donker vertrek. Het binnenstromen van de universele geest is als het binnenstromen van frisse buitenlucht in een bedompte kamer. Het is vermenging van het kleine met het grote, waarbij het kleine één wordt met het grote. De onreinheid was veroorzaakt door het kleine
dat van het grote gescheiden was. Maar door de hernieuwde hereniging ontstaat zuiverheid. Zo moeten wij ook weten dat God één is. En alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, één zijn met Hem. Alles heeft zijn oorsprong in de ene God. Nou, is fantastisch, is prachtig. Nou, gaan we beginnen met de vragen en antwoorden. Vraag, wat is de eerste wet? De eerste wet is ik ben. Dat is het verloren woord. We beginnen het te beseffen. God ben ik. Vraag, wat is de eerste wet? Antwoord, de eerste wet is ik ben. Dat is het verloren woord. We beginnen het te beseffen. God ben ik. Ja, dus ik ben. Je kunt nagaan. Overal zie je het terug. Hè? Ik ben, ik ben, ik ben. Dus echt de bevestigingen. Vraag. Ik zou graag meer willen weten over de ik ben. Zoals door de meesters aan u gepresenteerd. Ik ben is het tweede woord in de taal. Het betekent de volledige aanvaarding dat u God bent. Het woord God is het eerste. Omdat het de hoogste trilling heeft. En uw aanvaarding is dan, ik ben. God, ik ben. God, ik ben. Vraag. Wat is de Heilige Geest? Antwoord. De Heilige Geest betekent het geheel van de ik ben geest in totale werkzaamheid in elke vorm. Oké. Dus de Heilige Geest betekent het geheel van de ik ben geest. Oké. Dus dat is de geest in jou, hè? Dat ben jij. Vraag. Hoe brengt men de Christus tot uitdrukking? Antwoord. De Christus moet in iedereen geboren worden. Jezus gaf ons er het voorbeeld van. U brengt dat wat in u is tot uitdrukking door uw aandacht erop te vestigen en u erop te concentreren. De Christus is in u. Ja? Dus laten we eens met onze gedachten erop concentreren. Ja? Focus je op jezelf, op je God in jou. Breng het tot uiting. Denk maar aan de God in je, de benen. Doe dat gewoon geregeld. Ja, dus aandacht erop vestigen, net als dat je aandacht op een nieuw bedrijf vestigt. Of aandacht op je schoonheid vestigt. Of aandacht aan je huis geeft. Zo moet je, of aandacht aan je kind. Zo moet je aandacht aan God in je. Oké, vraag. Als deze meesters over wie u schrijft in staat zijn om hun lichaam te verlaten... Hoe komt het dan dat zo weinig mensen ervan weten? Antwoord. Omdat de mensen het niet geloven. Ze verlaten het lichaam niet. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt opdat mensen het kunnen begrijpen. Ze nemen hun lichaam mee. Ja, dus mensen geloven het niet, ze snappen het niet. Dus dat is waarom er zoveel weinig mensen van weten. Ze denken dat het fantasie is of dat je het alleen in sprookjes hoort of in films of... Ze zitten zo diep in de hypnose dat ze het gewoon ook niet willen geloven. Ze kunnen er niet bij met hun gedachten. Je moet het gewoon vergelijken met het hele Kyona gebeuren. Ja? Als jij zegt dat het prikkie gevaarlijk is. Ja? Ze kunnen er niet bij met hun gedachten. Of als jij bepaalde dingen uitlegt dat ze dat beter niet kunnen. Of uitleg wat verkeerd gaat. Ze zien het niet. Ze willen het ook niet zien. Ze kunnen er met hun gedachten gewoon niet bij. Dus het moet groeien. Vraag. Bent u ooit in contact gekomen met Saint-Germain? Oh, dat is een leuke vraag. Antwoord. Wij kennen Saint-Germain en zijn leven. Het was een geweldig leven. Niemand weet of Saint-Germain ooit is overleden. Mijn aangenomen broer en ik hadden een interessante ervaring. Vragen dit aan Bart Spalding. Hè? Een interessante ervaring in dit verband. Hij was betrokken bij een groot bouwproject van de regering in dat land. Nadat hij daar weer was vertrokken, telegrafeerde men hem uit Parijs of hij wilde komen. Ze adviseerden bij de drooglegging van een groot moeras in de buurt van Parijs om de vruchtbare tuingrond van te maken. Terwijl ze met het project bezig waren, begon de seine het graf van Saint-Germain binnen te sijpelen en beseften ze dat ze het zouden moeten verplaatsen. Mijn broer telegrafeerde me en stelde me voor dat ik daarheen zou komen. Omdat ze waarschijnlijk de kist zouden openen en we het stoffelijke overschot zouden kunnen bekijken. Ik ging erheen,
De kist werd geopend en in de kist werd alleen het dijbeen van een hond aangetroffen. Denk eens aan de duizenden genezingen die plaatsvonden op die plek. De mensen richtten al hun gedachten op wat Saint-Germain tot stand had gebracht. Ze verloren al hun zwakheden uit het oog en volledige perfectie manifesteerde zich. Tegenwoordig komt dit soort dingen bij vrijwel ieder heiligdom voor. Ja, dus Saint-Germain, dus in Parijs of ergens daar zo geloof ik. Ja, in Parijs. Daar was het zogenaamde graf van Saint-Germain. En daar had hij een hondenbot ingelegd. En doordat mensen dus zo'n geloof hebben, ja, in, hè, dat is het placebo-effect eigenlijk, geloof hebben in Saint-Germain, dat ze naar zijn graf toe gingen en dat ze direct genazen van hun ziektes en al die problemen. Dus hij legde dit alleen maar als symbool er neer, ja, dat hij is niet dood, kan niet dood zijn, want hij gelooft ook, weet ook dat die dood een hypnose is. Maar voor de mensen die dus nog niet zo ver waren, ja, had hij daar dan in ieder geval een soort van bedeoord, hè? om hun geloof, geloven zet berg, hè? Nou, dus dat is wel leuk om dit te lezen. Vraag: wanneer we iets wensen wat ons volgens goddelijke recht toebehoort, is het dan juist om het te eisen? Antwoord: als iets u volgens goddelijk recht toebehoort, zal het niet nodig zijn het te eisen. Onze eigen acceptatie van illusies ontkent het goede dat we willen. Wanneer u uitdrukking geeft aan de goddelijke natuur in u, zal wat u nodig hebt bij de hand zijn. Dit beseffend weet u dat het goede tot stand is gekomen voordat u uiting geeft aan de gedachten. De behoefte hoeft niet te ontstaan. Ja? Dus als je zo ver al bent met het weten, dan hoef je het niet eens meer. Nou ja, er hoeft geen behoefte meer te zijn dan. Alleen maar een wens, ja? En een wens of iets wat je tot uitdrukking wilt brengen. En dan is het er al. Nou, lieve mensen, zijn we weer aangekomen bij de derde video van de citaten, vragen en antwoorden van de meesters van het Verre Oosten. Dan zie ik jullie volgende week weer. Heel veel liefde.